Tientallen chauffeurs en medewerkers van Arriva hebben maandag aan het eind van de ochtend een eerbetoon gebracht aan Doris Karimzadeh. Het 7-jarige meisje dat zaterdagmiddag om het leven kwam bij een tragisch verkeersongeval op de Steenstraat. Ook de ouders van Doris waren vanmorgen naar de plek gekomen waar talloze mensen bloemen en boodschappen achterlaten. Terwijl de Arriva-medewerkers in kleine groepjes langs de gedenkplek liepen en bloemen neerlegden, stond de moeder van het omgekomen meisje op. "Ik wil iets zeggen," zei ze in het Engels tegen de Arriva-medewerkers. "I want to say something. Just listen to me. Just one moment. I want to talk. I want to talk, please. Please, I want to talk. I want to talk, please. It is okay, my daughter, man. You know why? Because Bord is not a good place. Because you are not taking care of children of Bord. Not you, all of us. Please, respect each other. Please, be calm to each other. Please, help each other. Please, take care of children in the Bord." De omgekomen Doris fietste zaterdag met haar ouders over de Steenstraat toen onverwachts het portier van een taxi openzwaaide. Het meisje week uit, viel en kwam onder een bus. "Die chauffeur kon er ook niks aan doen," zegt een vriend van de getroffen familie. "Hij reed heel langzaam." De ouders wilden vanmorgen graag nog iets zeggen. Een oproep doen. Zorg goed voor alle kinderen op de wereld. "I don't know how to explain it. I think nobody can explain it. I think I am asleep. I think everything is dream. Yeah, I don't know how to say. I am Zelda, mother of Doris. Still, I will be mother of Doris. My feeling is please, please help all children of the world. Because if world was beautiful, my daughter never leave this world. World has enough place for every children. So please take care of every children. Please be helpful and respectful to each other. My daughter message is this. I learned just love and respect to her. And I am still proud of her. I will be proud of her."